Even op verkenningstocht uit. Dat is een hele grote camping. Allemaal mooie beestjes. Niet voederen. Nou, hier nog een klein kampwinkeltje. Even zien of er ook broodjes zijn. Nou, riemen ze even om een paar broodjes. En daar staan allemaal chaletjes. En hier is ijs, geloof ik. Ja. Hey, broodjes en bananen en koekjes. Dit is een snackbar, maar dan krijgen we weer snacks. Remy zegt nee. Nee. Geen snacks. Jij maakt eten. Ja. Hoi. Ik had macaroni in de gedachte. Ja. Ja, dit is wel makkelijk, hè? Nou, dan gaan we terug. Ik kan eerst nog even handelen. Even kijken wat hier verder is. En een heel speelveld. Ook allemaal huisjes. Nou, verder zijn het allemaal van die laantjes met chaletjes. Ja, mooi, hè? Een echte camping. Een hele grote camping. Nou, een zweewedder. Het is een speelparadijs voor de kinderen. Voor een ieder wat wils. Het is hier 98%. Ja. Is Duits. We kunnen ons niet aanpassen. We lopen hierbij, ik denk, een 40 auto's langs. Dat die is één Nederlander. Ja, één Nederlander en die werkt hier. Ja. Het is een werkbus van een camping. Ja. Ja. Waarmee had zij die mevrouw al, hè? Ja, van een Duits week. Ja, weekend ook. Dus daarom vertrekken we morgen maar weer gauw. Huh? Ja. Nou, bij jou er mooi, hè? Ja, waar zijn we nou weer beland? Dit is wel een heel mooi plekje. Hierachter met een heel net wc-hok. Met mooie douches. Nou, hele mooie grote douches. Ik zal het dan nog even laten zien. Echt netjes. Nou, ze zijn ook heel netjes. Even lang bij de camper. Gaan we hier even kijken. Hier is een vuiltje. Voor caravans. En in de zomer kunnen de campers er ook staan. Maar het is nou wat nattig. Er staat er één. Hier is er een mooi veldje. Nou, ik ben hier ook nog niet geweest. Maar ik maak even een rondje. Hier moet dus ook plek zijn. Dat is wat geloof ik allemaal nog een beetje meer verhard. Nou, daar staat ook een tent en plek voor campers. De stenen staan er al om het te verharden.
En helemaal vooraan is nog een plekje. Maar wat een rust. De woning wordt geloof ik ook nog helemaal verbouwd. Nou, en hier staan wij. We konden nog wel wat meer naar achteren, maar... We hebben er zomaar neergezet voor twee nachtjes. Tenminste, ik denk twee nachtjes. Nou, hier kunnen nog campers staan. Daar staan nog wat campers. Hier zit mijn Remy. Nou, daar nog wat tenten. Ik loop even naar voren. En dit is ook allemaal verhard. Onder het gras. Dus hier kun je ook staan. Met de camper. Heb je ook nog uitzicht op de haven. En super aardige mensen hier. Ze geven je overal uitleg. Je bent 6 kilometer van Sneek. Nou, dus daar gaan we straks even op een fiets heen. Nou, ik ga even naar de haven lopen. Nou, hier gelijk over de weg ben je er. Mag je graag vissen, dat moet je zien. Een schitterend plek. Joekie kan de boot er ook nog uithalen. Ik weet niet of hier kon. Ja, hier liggen zeilboten. Nou, het is een recreatiepark. De Uilenburg. Waar we zijn. Dus ik denk dat hier ook uilen zijn. Het is nog in ontwikkeling. Je hebt hier kampeerplekken, camperplekken. Sloepen, subs, kano's, toervisbootjes. Kan hier van alles huren. Gaan we hier eens in. Dus we gaan even naar Eilst en naar Sneek op een fiets vandaag. En hier rijdt de trein op. Zou die hier eerst gaan staan? Maar we dachten, verderop stonden wat, gaan we mooi bijstaan. Het huis wordt ook verbouwd, geloof ik, dat appartementen. Een heel mooi plekje. Wie van rust houdt, is hier de plek. Nou, ik loop even om de tenten heen die je ook kan huren.
En dan kom je bij een hele mooie vijver uit. Nou, lopen we ook even door. Even ontdekken wat hier is. Wat een rust. Ja jongens, dat is mooi. Dit is toch echt een mooi plaatje, hè? Nou, we zijn aan Elst. Rimi gaat even om de stempel. We gaan naar de mooie molen. Dan gaan we zo even Elst verder bekijken. Wat hier allemaal is. Maar dit is weer een kunstwerk van een van de steden. Al het je op de achtergrond. Nou, we hadden net gegeten thuis, maar dit is dus een eetcafé. Altijd mooi de molens, met een molen naar huisje. Dit was de molen van een houtzagerij. Soms is hij nog in werking. De binnenstad van Elst. Nou, hier is ook al heel wat vernieuwd, zien we wel. Daar nog meer het oudere gedeelte. Het is een heel klein stadje. Mooie watertjes. Maar wat een ouders hier. Dan nog de oude toer. En hier het Drielster Keepmannetje. Koopman van Elst. En dan zijn we nu in Sneek. Nu gaan we Sneek verkennen. Klein stukje Sneek. Nou, we zijn in Sneek aangekomen. Mooie woningjes aan het water. Nu zijn we op zoek naar de jachthaven. Want daar moeten we zijn. Nou, daar de poort van Sneek. De beroemde poort. Ja, we hebben 29 kilometer gefietst. Poepetje stuk. Maar Rimi heeft 2 stempels. We hebben Elst bekeken en we hebben Sneek bekeken. Morgen vrijdag. Morgen vrijdag, zegt Rimi.
Nou, ik vond alles mooi en nou, het sneek weet je wel, dat was niks voor mij, veel te druk. Dat is echt een druk stad. Geen stad voor mij. Nou ja, we moesten toch even door om een stempeltje. En die heeft ze. Daar heb ik ook verder, nee, heb ik niks zoveel. Het kan ook niet, want dan moet je alleen maar uitkijken. Dat was dat is niet mijn stad. Ik vond Ilst, Drielst, hoe je het maar noemt. Drielst is in Fries. Een mooi klein stadje. Maar ja, hinderlopen was veel malen, vond ik tenminste, veel malen mooi. Maar we hebben er weer twee stempeltjes bij. Nog 5-6 te gaan. Oh ja, we moeten 11. Dan moeten we naar 5. Ja, maar ik heb dubbele kaart, hè? Ja, je wil alles. Als je niet allemaal zet één verkeerde stempel. Dus dan ben ik weer opnieuw begonnen. Ja. Maar we zetten nou, dat ik meer zien, dan zet je ik een beertje. Aan de sinaas. We zetten in de rust. Fietsjes staan aan het hooi. Die mogen weer eten. Ja, zeer kort van het fietsen. En het is wel mooi weer. We gaan mooi genieten van de zon. Moet je eens kijken, man, hoe mooi weer het is. Schitterend. Mooie blauwe lucht. Prachtig weer en dat voor oktober. Schitterend. Nou, we zeggen eerst weer morgen hebben. Zo nu staat mooi een rustdagje. En dan zien we morgen wel weer verder. Howie.